Ja, Marwan, het zijn mooie dagen voor jou. Helft, meer dan de helft kunnen spelen in de Kuip. En een meerjarig contract voor Feyenoord. Dat is wel heel lekker allemaal. Hoe kijk je er zelf naar? Dat is zeker lekker. Het allerlekste is dat ik gewoon hier weer in de Kuip kan spelen. Dat ik mezelf weer kan laten zien. En daarnaast heb ik nog ook een meerjarig contract getekend hier, waar ik enorm trots op ben. Ja, daar spreekt wel veel vertrouwen en waardering uit. Dat moet een jonge jongen zoals jij heel erg goed doen. Ja, klopt. Dat doet me zeker goed. Ik ben begonnen in de onder 21. Ik heb daar 2 wedstrijden gespeeld. Dus ik dan vanaf vrijdag ben ik komen trainen met het eerste. Als ik dan vandaag mijn minuten kan maken, ja, dan kan ik helemaal trots zijn. Ja, het is niet de eerste keer dat je je trainingen of je minuten meepakt bij het eerste. Maar toch, hoe kijk je dan naar jouw rol, jouw kansen, jouw plannen dit seizoen als je nu al bij die eerste selectie weer meetraint? Ja, klopt. Mijn kansen moeten er sowieso komen. Maar daar moet ik zelf voor zorgen. Ik moet gewoon elke wedstrijd de beste willen zijn. Willen uitblinken. En dan komen die kansen wel vanzelf. Ja, dat lukte vandaag behoorlijk goed. Een hele lekkere assist nog op Crescenzo notabene. Dat is altijd lekker op je maatje natuurlijk. Dat maken ze extra mooi, hè? Klopt, klopt. Ik heb al lang met Krieg gespeeld in de jeugd. Dus die connectie is er wel. En vandaag heb ik hem gevonden. Heeft hij goaltje meegepikt. Ja, lovende woorden na afloop. Dat hoorde je misschien niet van Dik Advocaat. Maar wat doet dat jou als je dan, nou ja, misschien nu via mij, misschien niet direct hoort, dat hij heel blij met jou is. Blij met jouw spel en je ontwikkeling. Ja, dat doet me sowieso goed. Geeft me ook meer vertrouwen. Waardoor ik beter ga spelen. Dus als ik gewoon vertrouwen krijg van de trainer, dan komt het helemaal goed. Nu je minuten gepakt. Belangrijk geweest voor het team. Wat zijn de volgende stappen in jouw plan? Ja, ik hoop zo snel minuten te maken in de Eredivisie. Dat is iets waar ik echt naar uitkijk. Dan daar gewoon mezelf laten zien.